De oude knopenfabriek van Dutch Button Works in Breidevoort is omgetoverd tot een riante sparonderneming. Na de obligate opening werden we rondgeleid door de initiatiefnemer van dit project, Ernst-Jan Heijn. Hoe mooi zou het zijn dat wij hier voor onze klant echt iets weg kunnen zetten waar we echt de toekomst mee in kunnen. Want kijk in het huidige pand, dat kan toch echt niet meer. Het was kruip door sluip door naar boven om in het kantoortje te komen. En hier heb je gewoon echt de ruimte om niet alleen je klanten heel erg te verwelkomen, maar gewoon echt je ding te doen zoals je dat graag zou willen. We zouden hier niet staan omdat, helaas is Jas niet meer onder ons. Maar hij heeft al het fundament voor deze winkel gebouwd of gezet. Waardoor wij hier nu heel graag verder willen bouwen op deze winkel. Mede namens een opdrachtgever, het Naberschap, de heren Heijn en Rensing, willen we jullie feliciteren met het nieuwe spaar. En wens jullie veel succes met de nieuwe winkel. Ja. Symbolisch. Ja, dankjewel. Dankjewel. Er was een krantartikel, begin 2014, van de toenmalige eigenaar die zijn panden, hier de oude gebouwen van de knopenfabriek, verkocht had. Die ontwikkelaar ging failliet, dus het kwam weer op de markt. Een aantal hobbels op de weg, dus onder andere toch van 2014 tot nu bezig geweest om het te realiseren. Het is gelukt. Hier aan de voorkant is het oude kantoor van de knopenfabriek DPW. Die wordt ingericht als vier patio-woningen. Het is natuurlijk een deel verbouw, maar ook een deel restauratie. Dus die probeert het zo goed mogelijk terug te brengen in de oude staat, waar het kan. Dat kun je binnen zien, binnen rondlopen. Er zitten echt alle oude sheddaken, constructies, alles is bewaard gebleven. Ik sta bij het Bazenhok. Dat is het kleinste werfkantoortje van Nederland, misschien wel van de wereld. Het is een tijdse sloop kwam deze tevoorschijn. Het is een 1 vierkante meter groot van glas voorzien gebouwtje in een gebouw. Hier stond vroeger de chef in om te kijken of zijn werknemers wel doorwerkten. De buitenzijde van het bazenhokje, gevuld met knopen en met schelpen van de DPW van die tijd. Dus met een verbeelding, wat werd er in de laatste jaren gemaakt door de DPW. Dus knopen vanuit schelpen, geperst en gestampt en verwerkt. Aan deze hebben we dat was de fabriek natuurlijk ook. Hij kon zowel de ene kant op als de andere kant op kijken of de werknemers wel, of het allemaal goed ging, of het allemaal doorgewerkt werd. Nou, we staan buiten. Vroeger was dat natuurlijk binnen. Hier staan we aan de nieuwe oude zijgevel aan de achterkant van de spar. We hebben hier in overleg met de gemeente en met een plaatselijk historicus de ramen een verbeelding op laten plakken. De meest linkse die begint tijdens de bouwtijd rond 1900 en de meest rechtse daar staat de laatste jaren op toen het nog bemand was met een aantal bedrijven. Dus een hele verbeelding met tekst en met foto's van alle bedrijven die hier in dit gebouw gezeten hebben. Tot en met de jaren 90.